Je had waarschijnlijk nooit verwacht dat ik hier zou komen, maar ik ben er toch, zie je? Je schrikt. Yo, Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En wij gaan in Luigi's Mansion naar de zesde etage, naar het kasteel. Eens even kijken of we wat riddertjes kunnen slachten, jongens, vandaag met Luigi. Of ja, slachten. Opzuigen natuurlijk, in mijn stofzuigertie. Jongens, wie is knapper? Ik sta toch in de lift en ik moet toch wachten. Never mind, we zijn er al. Ik wou vragen wie de knapper was. Guigie of Luigie? Oké, hij stapt weer vol angst naar de volgende etage. Oké, we worden nu al bekogeld met van alles en nog wat. Dat noemen ze een halbert toch of zoiets. Oh, ja, kijk, en nu gaat hij weer slapen, want Guigie is er weer. Oké, doei Guigie. Go, 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 go. Eens even kijken hoor. Het ziet er nu al tof uit, deze etage. Kan ik het uitblazen als ik allebei de characters heb? Oké, doei. Alright, hier. Wat? Zo, ik dacht even dat ik een alarm hoorde of zo. Maar dat valt mee. We moeten in ieder geval met Guigie nu even door het hekje. En dan kunnen we even hier Kissy pakken. Oh, of niet? Ik dacht dat we daar... Ja, zie je wel. We kunnen wel hier naartoe. Ik zag een Kissy. Geef me dat Kissy. Lekker, Guigie! En keer terug. En ga weer uit. Juist, heel goed, Guigie. Ga weer door de poort. En pak even dit ding. Maak even de poort open voor Luigie, jongens. Maak even het poortje. Juist. Oh, oh, Guigie. Hou wel even vast dan. Ja, heel goed. Let's go! Goed gedaan, Guigie. Gaan we samen even het poortje door, jongens. Oké, wat is hier allemaal gaande? Waarom hebben deze geen hoofd? Ze hebben wel een kroon, maar ze hebben geen hoofd. En waarom staat hier niet zo'n ding? Zo'n harnas. En waarom zijn deze kandelaars aan? Ik heb zoveel vragen voor Luigie. Daar is de arena. Daar moeten we sowieso strakjes naartoe. Sloop dit. Sloop het. Pak het. Gooi het. Doe het. Lekker luig. Luig. Luig is ook een mooie nickname voor Luigie. Luig. Alright, even kijken. Even die ratjes opslokken hoor. Ratinho, kom eens hier. Lekker in mijn stofzuiger. Oh, oké, ik moet gewoon blijkbaar hier naartoe lopen. Ik was al bezig met een puzzel op te lossen, maar er was helemaal geen puzzel. De koning wordt aangekondigd met zijn mooie kroon. Wat een mini-koning trouwens. Oh, hij heeft een nieuwe knop. Hij heeft een nieuwe liftknop en ik moet hem komen halen. Kom dan. Maak je kapot. Oh, we worden ook gewoon nog zo uitgenodigd. Oké. Pak deze meloen alvast dan. Ik schiet hem op je bakkes, jongen. Hoppatippie. Oef. Bijna. Zou die impressed zijn? Oh, hier zijn even spookjes aan het vechten, hoor. Oh, huh? Als ik zeg dat je hier moet komen, moet je even hier komen. Jongen, luister nou eens naar Luig. Hoppa. Hoppatippie. Ik vind het zo leuk om die spookjes zo gewoon overal naartoe te plempen. Hoppa. Ook weer opgelost. Op naar de koning. De koning der spoken. Wat doe jij daar, vogel? Kom eens. Dit zijn trouwens helemaal geen spoken, hè? We zuigen nu gewoon echt levende vogels op. Dat is eigenlijk best wel kwalijk. Kunnen we eigenlijk echt niet maken. Ik heb geen idee wat ik nu doe met Luigi. In ieder geval, heeft hij even dat vast? Ja, top. Kunnen wij hier door? Ja, wij kunnen hier gewoon doorheen lopen met Guigie. En open de kist voor extra flappen. Hoppakee, let's go. Waarschijnlijk heb ik hier iets geopend of niet. Zorgt het ervoor dat ik gewoon hier doorheen kan? En oh, wacht, dan moet ik deze misschien ook pakken? Ja, moet ik dan nu wisselen? En wat gebeurt als ik deze loslaat dan? Ik heb totaal geen idee wat er gebeurt, maar dat maakt niet uit. In ieder geval kunnen we nu gewoon door naar het volgende kamertje. Ik denk dat we ook hier naartoe moeten kunnen. Maar goed, laat maar zitten. We gaan gewoon door. Go. Hello. Oh, meer spookies. En die heeft een schild. Die moet ik sowieso van hem aftrekken. Ja hoor. Kom maar hier. Komt u maar. U bent welkom in mijn stofzuiger, meneer Spook. Lekker. Oh, wacht eens even. Twee money spookies. Twee spooky monies. Hoppakee. Hoppa. Hoppatee. Look at all that cash, man. Oké, dit is ook weer geregeld. Ik heb zo'n gevoel dat we misschien die tonnen open moeten zien te krijgen. Kan dat zo? Als ik nou gewoon hier naartoe loop en dan zo... Bam! Nee. Kan ik ze open trekken? Met mijn zuignap? Dat moet wel lukken, denk ik. Yes, oké. Alleen hadden we niks aan die ton. Hatsen, flatsie. Ja. Schlüssel. We hebben een schlüssel. Dan deze nog. Open. Hoppakee. Oh, snap. Allemaal ratten. Rattenkoppen. Hoppa, kom in mijn stofzuiger. Hoppakee. Wat is hier trouwens?
Oh, collectible. Kijk eens, de eerste van deze etage. Nice. Kan je naar beneden springen? Dat kan jij. Gaan we de deurtje door met de sleutel die we net hebben gegit. Ja, doe maar open. Ja, ga maar. Niet zo twijfelen. Je kan dit wel, Luigi. Kijk trouwens dat spook hier op deze banner. Dat is gewoon de koningsspook. Die heeft gewoon zijn eigen banner, jongen. Wat een baas. Oké, let's see. Wat gaan we hier doen? Ik denk dat ik sowieso even hier Guigie voor moet hebben. Dan kan Guigie hier even doorheen. Kan Guigie even dit bolletje pakken. Ja, go, 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 go. En dan... Oké. Wat hebben we nu gedaan? Wat hebben we nu gedaan? Auw, dank u. Is dit gewoon gokken? Moet ik deze gewoon allemaal naar beneden zien te brengen? Ja? En hier nog één? Is dit wat het... Oh, snap. Oké, we moesten door de vloer zakken blijkbaar. Ik heb vuur. Hoe pak ik of blaas ik dat vuur? Doe ik dat vuur naar het spinnenweb blazen? Oh, wacht. Ik heb hier een kandelaar. Kijk. Leg de kandelaar maar even neer. Dan gaan we nu even vuur maken. Dan pakken we de kandelaar weer. Dan steken we de kandelaar in brand. Dan gaan we nu de spinnenweb aansteken. Ja? Hier ligt trouwens een heel drakenkostuum. Wat vet. Super cool gedaan. En dan kunnen we nu waarschijnlijk aan dit ding trekken. En dan gaan de stekels weg. Oh nee, dan is Guigie hier. Oh, en dan hebben we Trappie. Oké. Guigie, kom je mee? En dan hier naartoe. Ik zeg trouwens de hele tijd Guigie omdat ik het leuk vind. Maar eigenlijk is het Gogie. Zullen we hem vanaf nu Gogie noemen? Misschien klinkt Gogie nog wel leuker. Gogie. Dat is de broer van Gogie. Die is boven. Ik kan hier met Gogie even dit geld pakken. Nou ben ik wel benieuwd wie van de twee naar beneden moet. Gaan we Gogie naar beneden brengen of gaan we Luigie naar beneden brengen? Waarschijnlijk doen we het precies verkeerd om. Ik heb zo'n vermoeden dat Luigi naar beneden moet. Nee, het is, Luigi kan er niet in. Alleen Guigi kan hierin. Dus sowieso moet Guigi hier naar beneden. Oh, het is een soort van deur of zo. Oh, oké, dat zag ik helemaal niet. Ook goed, prima. Let's go, Guigie. Die man krijgt steeds meer namen, joh. Hoppa. Oké, wat gaan we hier doen? Dan gaan we hierop blazen. Wat gaan we hier doen? Moeten we hier mee? Denk het niet. Moeten we gewoon al die ratten eventjes opzuigen? Of moeten we iets gaan zoeken? Ja. Hier is iets. Ik hoorde iets. Is hier een deur? Of wat is dit? Wat is dit? Ja, volgens mij is dit wat we moeten doen. Wat is dit? Het is een deur. Maar wat moet ik hiermee? Moet ik even aan dit ding trekken dan? Water. Oh, nee. Maar kan jij hier echt niet in, Luigi? Ja, zie je wel. Luigi kan hier ook gewoon in. Wat is dit nou? Of heb ik nu iets geunlocked of zo? Omdat ik nu dat ding daar heb neergezet. Of deed ik het net gewoon niet goed? Ik heb trouwens ook echt geen idee hoe ik dit zwaardje hier pak. Maar goed. Wat is dit voor ding? Oh, het is een deur. Oké. Let's go through the door. Lekker. Oké, ik zie daar mensen met pijlen staan of... Ja, het zijn niet echt mensen natuurlijk. Het zijn wezens. Maar dan kan ik waarschijnlijk gewoon zo... Ja, zie je? Lekker hoor. Luigi kan er gewoon heen. Dan zie ik hier een bol. Die moet ik weer pakken natuurlijk. Als ik hier dan trek... Wat gebeurt er dan? Ja, dan sloop... Oh, ik wou zeggen dan sloop ik het. Maar ik heb hier nog een bal. Even het dak laten instorten. Hoppakeetje. Doei. Lekker hoor. Oké. Hier naartoe. Kissie pakken. Oh, was het alleen maar voor een kissie? Oh, het was ook voor een sleutel. Kijk. Die sleutel hebben we natuurlijk nodig. Om strakjes in die andere kamer weer verder te kunnen. Alright. Oh, zijn er nu meer spooky hier? Het ziet eruit alsof hier meer spookies gaan komen. Ja, er gaat hier iets gebeuren. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er, Luig? Oh, allemaal mini spookies. Pak ze. Wat ze flatsie. Lekker hoor. En nog één. En hoppad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 
het? Hallo? Oh, heeft daar nog eentje gestopt. Jij stond nog even daar te chillen, hè, solo. Lekker! En die sleutel hadden we natuurlijk voor deze deur hier nodig. Dan kunnen we hier doorheen. Oké, we zijn nu aangekomen in de gevangenissen. En er worden hier vissen naar ons toegeschoten. Oké, Luigi moet sowieso even hier doorheen. En dan? Oh, daar is een sleutel. Kan je die opzuigen gewoon? Nee, hè? Even kijken, wat gebeurt er als ik hier aan trek? Oh, het moet andersom. Het moet andersom. Ik zie hem al. Gogi moet even hier deze pakken. En dan moet hij even zo blijven staan, strakkies. Lekker Gogi. En dan moeten we nu wisselen. En dan kan Luigi even deze pakken. Ja, 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 ja. Oh, oh, en ik word opgesloten. Nee, joh. Nee, joh. Kom dan. Doe jullie dan stoer, man, daar. Oké, ik moet even Gogi aan het werk zetten. Oh, snap. De muur komt op ons af. Zie je dat dan? Oh, snap. Oh, snap. Dit moeten we even heel snel doen, jongens. Kom op, pakken, 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 pakken. Beter komen er niet nog meer spoken. Beter niet. Pak dit ding, pak dit ding. Ja, je mag ook zo blijven staan. Dan kan ik er... Nee, ik kan er niet doorheen. Ik dacht, dan kan ik het ook doen, maar dan kan ik er niet doorheen. Ja, Luigi is safe. Oh, man. Wow, dat was even tricky. Ben ik wel even benieuwd. Als dit nou helemaal dicht is, hè? Gaat er dan nog iets gebeuren? Als je daar tussen zit, hè. Oh, gelukkig zat Luigi daar niet tussen. Hoe savage is dit? Ah. Oh man, die Mario games worden ook steeds onvriendelijker, hè. Niet normaal.
man. Ik heb hier wel echt voor elke kamer even een sleuteltje nodig op deze, in deze kerker. Even kijken. Wat gebeurt er nou weer als we hier aan trekken? Volgens mij kan Guigi gewoon hierin. Ja, zie je, die kan hier gewoon lopen. Dat is geen enkel probleem voor Guigi. Je kan even deze kist openmaken, zo rustig aan. Even die pareltjes pakken. Moeten even kijken wie welke rol gaat pakken, want we kunnen nu met deze... kunnen we iets doen. Wat gebeurt er als we nu beginnen te draaien? En nu zitten ze allebei niet aan de goede kant. Deze moet even door. Oh, kijk, en dan moeten we nu terug. En dan hebben we hem volgens mij al, dan kunnen we er doorheen. Kijk, we moesten even een bruggetje bouwen. Nice. Oh, 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 oh. Oh, ren, ren, ren. Lekker. Oké, dat zag er moeilijker uit dan dat het was. Het viel gelukkig gewoon mee. We waren wel even bijna doorspiest gewoon door die gekke dingen. Zijn we al bijna bij de koning? Wat gebeurt er als we hier aan trekken? Appels. Wat heb ik aan appels? Ik denk dat Guigi dit even moet doen, dit eerste stukje. Ja, 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 ja. Oké, Luigi moet lopen. En Guigi moet even de kar trekken. Stukje voor stukje. Stukje voor stukje. Oh, oh, wacht even. Hij kan niet verder. Hebben we hier nog een kar? Ja, die moeten we waarschijnlijk tevoorschijn toveren. Ja hoor. Ja. En dat is kar nummer 2. Kom maar. Kom maar op met de appelen. Tomaten. Lijken me eerder tomaten. Hoppa. Go, go, go. Oh, snap. En nog meer spookies. Nu hebben we allemaal van die blauwe spookies. Kom eens hier. Kom eens hier. Easy, jongen. Lekker gedaan, Luigi. Wat gebeurt er als we hier aan trekken? Nog meer appels. Of tomaten. Of whatever it is. Wat moeten we ermee? Wat hebben we eraan? Go! Door de gang. Oh, snap. Oh, ren. Ren of zo. Oh, jeetje. Deze koning die heeft zijn kasteel aardig beveiligd. Ik hoop niet dat hij heel vaak gasten heeft hier. Want ik denk niet dat hij heel erg aankomen in de vertrekken van de koning. Ik ga even al zijn banieren opzuigen. Gewoon puur om te pesten. Hij verstopt zelfs vleermuizen gewoon achter zijn portretten. Hij is wel echt geil van zichzelf, jongen. Kijk al die portretten die hij van zichzelf heeft. Dat is niet normaal. Waarom heeft hij zoveel? Ah, kijk, dit was ook echt de bedoeling. We moesten even een deurtje maken. Nice. Hij heeft zijn kamer gewoon verstopt, joh, die gek. Of nee, we moeten naar rechts, maar hier is een geheime kamer. Laten we eens even een kijkje nemen. Zoveel geld! Lekker! En een collectible. Kijk al dit geld, man. Hoppakee. Kassa. Volgens mij gaan we nu naar de arena. Ja hoor, daar zijn we. Oké, koning Spook, kom maar op, vriend. Jij deed zo stoer net tegen mij dat ik hier moest komen. Je had waarschijnlijk nooit verwacht dat ik hier zou komen. Maar ik ben er toch, zie je? Je schrikt. Kom dan. Oh, je hebt armor. Oké, je hebt een hobbelpaard. Nou, gefeliciteerd met je hobbelpaard, vriend. Oh ja, dit ziet er wel iets impressiver uit dan gewoon jij zonder hobbelpaard, moet ik eerlijk toegeven. Go, Luigi. Wij kunnen dit. Oh, snap. Oké, wat gaat hij allemaal doen? Hij gaat rijden op zijn hobbelpaard. Ja, oké, er komen pijltjes op me af. Kan ik die opzuigen? Nee. Oh, ik moet even hem oppassen. Hallo? Kom eens. Oké, hij blokt mijn schild. Of hij blokt met zijn schild. Oké. Wat wil je gaan doen? Hij blokt mijn lamp met zijn schild. Zo te zien kan ik ook geen zuignap op hem schieten, want anders had ik hem al lang gepakt. Oké, hij komt dan op je af, hij komt op je af, hij komt op je af, hij komt op je af. Dan doet hij zijn hoofd omhoog en dan gaat hij slaan. Dus hij houdt volgens mij zijn hoofd omhoog op het moment dat hij je wil slaan. En ik ga eens even kijken of ik dan met mijn zaklampje op hem kan schieten. Volgens mij is dat de oplossing. Kom dan! Durf je nog? Kom maar. Hier, ik ben hier. Ik ben hier. Oké, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Dan doet hij zijn hoofd omhoog en dan gaan we hem nu stunnen. Oh ja, dan moeten we nu... Oh, zuignapje op zijn borst. Ja, trekken. Ja. Hoppa. Hoppa. Lekker. Het publiek is er niet blij mee, jongens. Oké, nu komt hij met 3 pijlen. 1, 2, 3. Oh. Wow. Dat speelde niet veel. Kom hier weer? Kom dan. Kom maar. Ik ga alvast opladen, ja. Charger. Hoppakee. Zuignapje erop. Op zijn borstplaat trekken en gaan. En smaken die handel. Zijn arm is bijna kapot. Kijk, zijn paard! Er is niks meer over van zijn paard. Er zijn gewoon nog een paar van die springveren of zo. Oh, nu ga je all out. Nu kom je even 5 pijlen schieten. Hier komt al. Oké. Ik ga even opladen voor je. Hoppa! Hoppakee. En. Ja. Nu ben je armen kwijt, jongen. Nu ben je het kwijt. Bam! Dit voelt zo goed. Oh, oké, hij is er nog. Hij is er nog. Oké, wat ga je doen? Zuignap erop. Oh,
Oké, nu is hij de weg kwijt. Kan hem nu stunnen? Ja hoor. Hij is zijn eigen gat weer aan het graven, man. Waarom moet je zo'n spin attack doen, joh? Hoppa! Nog een keer? Ah, ik zit vast! Oh, ik had geluk, jongen. Lekker, volgens mij heb ik hem. Volgens mij heb ik de koning gebeat, jongen. Hoppakee! Komt u maar. Koningspook. Lekker, man. Het publiek is het er niet mee eens. Nou, oké, ik krijg wel confetti. Weet je? Ik krijg wel confetti. Daar ben ik wel blij mee. Toch nog enige vorm van waardering. Lekker gedaan hoor, luig. Doe je weer goed, man. Weer een nieuwe etage ontgrendeld. Nou, oké. We mogen blijkbaar wel met de korte weg terug. Dat is ook wel heel erg aardig van de mensen in het kasteel. Ik weet niet wie hier nog zijn, maar ik wil jullie allemaal heel graag bedanken voor het openstellen van de wegen hier zo. Dat ik toch nog gewoon hier zo even rustig bovenlangs mag. En niet dat hele eind weer helemaal terug hoef te lopen. Dank u zeer. En dank u wel voor deze parels, flappen en veel plezier met je popcorn. Oh, hier. Oké, nog een collectible die we even vinden onderweg. Nice. Hij zat lekker van zijn popcorn te genieten, deze vent. En hij had even een collectible bij zich. Dankjewel, man. Go, go, go. Nice. Pakken we even dit deurtje. Gaan we weer terug naar de lift op deze etage. Wat zit daar? Kan ik deze openmaken? Komt u. Maar, hier, zit er een collectible? Nee? Oh, wacht even. Er zit de hele kamer achter hier, joh. Kijk, zit hier nog een geheime kamer? Oh, oké. Met een rat die ook nog zat te chillen. Kistie erbij. Nog meer geld. Hoeveel geld hebben we ondertussen? We hebben zoveel geld al te pakken. Er zit hier nog een kamer links van. En rechts ook. Er zit hier rechts ook nog een kamer. Ah, kijk. Kijk. Kijk eens. Oké, nice. Ga ik dan op deze manier hier een kamer openen? Of heb jij hier een collectibletje voor mij? Ja. 4 van de 6. Maar hoe ik dan daarachter ga komen? Ik zie daar toch... echt nog een kamertje zitten. Nou, misschien weten jullie het. Zet het maar eventjes in de comments. Dan ga ik weer even onderweg naar de liftdeur. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Luigi's Mansion. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie nog steeds tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer... Ah, ik heb pijn in mijn arm, jongens. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb wel pijn in mijn arm. In ieder geval, abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo-video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatju. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!